Hallo kijkers van Shine's Praatje, ook maar een gloednieuwe aflevering van Harry Potter WK Zwerkbal. In deze aflevering gaan we uit tegen Frankrijk zo'n wedstrijdje spelen. En dat is best wel leuk, want ik vind het stadion van Frankrijk wel vet. Kijk, we hebben allemaal zo'n tuin. Oeh, we verliezen voor de eerste keer deze serie de aftrappen. Dat is natuurlijk geen goed teken. Dat willen wij niet. Dat was zonde weer. Dit had weer zo'n 7 combo kunnen worden. Nou. Combo 3 is oké. Okay. Is mee te dealen. Wat ik vandaag met jullie wil bespreken is dat ik graag met jullie wil veel vertellen hoe ik erop ben gekomen om deze game weer te gaan spelen. Natuurlijk zit er heel veel nostalgische waarde in deze game voor mij. Zoals ik jullie in de voorgaande aflevering al eens verteld heb. Is het alleen wel zo dat ik wel om een bepaalde reden deze game weer in mijn gedachten heb gekregen. Het is namelijk dat er een nieuwe Quidditch game komt. Solely Quidditch game. Dus daar ben ik wel super blij mee. Ik heb er heel erg veel zin in. En EA heeft zelfs gevraagd of je wil opgeven voor testplaying. En dat heb ik gedaan. Natuurlijk moet je wel uitgekozen worden, want niet iedereen mag testplayen. Maar ik ben heel erg benieuwd of ik word uitgekozen om te testplayen. Dat lijkt me wel echt heel gaaf. Ik ga het in ieder geval wel zeker proberen om uitgekozen te worden. Want ik vind deze game zo gaaf en zo ver dat er een nieuwe komt. En ik hoop dat het nog steeds een beetje het element is dat je graag, zoals nu. Natuurlijk zal het vast multiplayer heavy zijn, want anders denk ik niet dat het goed zal verkopen. Maar ik hoop dat er ook gewoon een oké singleplayer in zit, zoals eigenlijk in deze game. Het zag in ieder geval interessant uit en ik toen ik een beetje zag van dit moet het gaan worden en want dat is namelijk de reden dat ze het uit Hogwarts Legacy hebben gehouden, omdat ze een volledige Quidditch game aan het developen zijn. Nu vind ik het nog steeds raar dat het niet in Hogwarts Legacy zit, maar dat terzijde. Combo 7, deze valt me goed. Ik weet niet of het aan de rom ligt dat het stadion er zo fucking lelijk uitziet. Door onder andere puntjes. Maar dat had ik eigenlijk bij het opstarten van deze game ook al. Ik weet niet of jullie dat kunnen herinneren van de allereerste aflevering. Maar toen had ik ook al zoiets van, wat ziet het er raar uit. Dat was eerst toen ik hem gewoon origineel op de GameCube speelde, was dat niet zo. Hé, hey, kijk, deze hebben we nog niet gezien. Kiedoeming! Nice. Goed, we staan 90 meter voor. We hebben tot nu toe de hele game nog geen tegengoal gehad, dus dat is mooi. Oh, stond er iemand voor? Doe eens even niet. Blijf gewoon lekker weg. Netje gezeik. Nog steeds geen team special move gehad met Duitsland, maar ik denk dat de wedstrijd daar te snel voorbij is. En ik denk dat dat heel erg zal veranderen als ik een hogere difficulty speel. Oh, lekker combo 6. Oh nee, dit was geen... Oh ja, hij telde wel als ik combo 6. Maar meestal als je voor de bludger moet ontwijken, dan gaat je combo weg namelijk. Nee, fuck. Oké. Oh, nu komt net de sniper uit. Kom op.
Kom op. Ik wil nog meer, boys en girls. Ja. Lekker. Weer een wedstrijd gewonnen. Gaat goed. Verwacht ik dat we alles winnen hoor, in de Comet 62 klasse. Hey, we hebben de French Stadium unlocked om in demonstratie te spelen. In friendlies. Dat was niet per se mijn bedoeling om op te slaan, maar ja. We zijn er toch, hè? Oké, okay. Germany versus the USA. Hey, we hebben laatst ook al tegen de USA gespeeld, maar dan uit. Ze doen het dus niet op volgorde. Dus je kan dus, ik heb nu dus zometeen alle wedstrijden tegen de USA al gespeeld. Terwijl ik heel veel andere tegenstanders nog niet heb gehad. Nice, we beginnen met de combo 5, dat is heerlijk de wedstrijd beginnen. Oh, dat was niet zo goed, dat was wat minder goed. Combo 7. Way, oh. Lekker. En kibibi. dit was ook minder. Oké. Had het combo 6 kunnen zijn, boys and girls. Kijk, je kan het veel makkelijker winnen door geen combo's te doen, maar de wedstrijd die gaan veel sneller als je wel combo's probeert te doen. Kijk, als je geen combo doet, dan win je gewoon met 300-0 en als hun dan per ongeluk een keer wel de smaak vangen, dan win je nog, zeg maar. Maar ik denk dat dit over het algemeen voor de scorers stuk makkelijk is. Weet je wat we kunnen proberen? We kunnen proberen om tegen doelpuntloos dit seizoen te winnen. Of tegen puntloos, want niet alleen
geen tegendoelpunten, maar ook geen punten omdat de tegenstander de snaar maakt. Maar dat moeten we niet hebben. Oh, hij heeft hem. Ja. Lekker. Possession. Nice. Kwamen steeds dichterbij, maar helaas. We hadden hem niet, kut. We hebben hem wel. Nice. He's done it. Germany with the victory. The victory was well deserved. Nou, hoor je het? The victory was well deserved. En ik ben het daar helemaal mee eens. We zijn namelijk gewoon Dragball Masters. Nou, oké, nu ga ik weer 7. Nou ja, boeien. Dan doen we wel 7. Turn off the power! Kijk, we staan bovenaan. En we hebben nog geen tegendoelpunt. Oh, hier staat geen plus of voor- of tegendoelpunt erbij. Dat is wel jammer. Oh, we hebben een dagje vrij. We moeten uit tegen Engeland. We hebben ook al tegen Engeland gespeeld. Lol. Nou, Engeland wagen we dan ook weer even weg. We gaan wel in het kasteel van Engeland spelen. Ik ben benieuwd wie jullie van het stadion van Engeland vinden. Hallo, this is Ludo. Over to you, Jacqueline. The English National Stadium, it is très magnifique. Kurt Trott, Kirsten Blink. They need to get better possession. Passing for this team should be easy. Ja, in de 500 beste mee te beginnen, dat is nooit verkeerd. Hier op het kasteel. Nee, daar heb ik niet over het kasteel van Sparta, maar over het kasteel van Engeland. Germany are indeed ahead by 20. Voor een verhaal dat zich heel erg focust op Schotland, vind ik het raar dat ze Engeland als team hebben en niet Groot-Brittannië. Vind je dat ook niet raar? Voor een verhaal dat zich zo erg baseert op Schotland, dat ze dan Engeland als team gebruiken? En dat is zeer bijzonder. Nee, die kant deed ik niet opwijzen. Nu werd ik gewoon gescamd. Scammed. I don't want to be scammed.
I think that England have fixed some trouble. Zoveel potentie, maar geen potentie genomen. Dit was heel slecht. Dit was my baddie. Dit was mijn zeer baddie. Nou, stomme Duitser. Gooi jij die ballen nog maar weer in. Lekker, oké. Interessante wedstrijd, want het voelt niet echt als een goede wedstrijd, omdat we niet heel veel combo shots erin krijgen, alleen we scoren wel heel veel. Daar staan we echt dik voor. Zo jammer. Weet je hoe jammer? Magic jammer van Yu-Gi-Oh. Scheisse. Waarom is, ik wou zeggen, waarom loopt er dan niemand vrij? Maar ze lopen niet te vliegen. Combo 6. Damn it. Good luck. Okay, 110 boys. Lekker. Kadooming! Lekker. Voor je handen is dit nooit zo'n leuke game om te spelen. Want je is echt fucking veel brand door de moves die je moet maken met jou. Hè? Hey, ik zag een regenboog. Een rainy bow. Oké, dan gaan we. Hoppatee, daar hebben we het gevangen. Lekker. En hoe Fernando het zou zeggen. Lekker wien. In deze aflevering doen we... Kut, nu 17 weer, maar nee. Deze aflevering doen we nog één wedstrijdje.
kijken tegen wie we moeten. Ja, da, 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 da. We moeten tegen Japan uit. Interessant stadion. Wat grappig aan het stadion van Japan is dat het heel hoog is. De doelpalen staan mega hoog. Wel een mooi stadion. Welkom. This is Ludo Backman speaking. Over to you, Jacqueline. Oh ja, en in de middenstreep is hier een brug. Kijk, starten met de combo 5 is heerlijk. Dat was slecht. Slecht. Ja, waarom vliegt hij dan weg, jongen? Wat een case is dat, zeg. Een zeer mega case is die. Daar vloog toch niemand? Oh, kut. Ik dacht, dit wordt hem niet. Dat was 2-0 voor, boys. Pas dan niet meteen naar de Japaner, joh. Suzuki! Oh, je nog eens vergeten, iemand heet Suzuki. Uh-oh. Uh-oh. Keepertje. Kom er vast. Ja. Japanners zijn toch niet doen mijn beste tegenstanders, jezus. Doe ze even niet. Nee, ik heb een tegendoel gekregen. Ik zou dit zo'n tegendoelpunten. Nou. Ik vind dat het buitenspel was. Zo jammer voor mijn combo. Lekker man. Daihatsu. Hyundai. Another bludgeon attack.
Kut. The keeper makes it look easy. It's not easy, the keeper, jongen Kees. Oké, okay. Daar gaan we. Dit bocht. Lekker. Nice. Ik heb inderdaad de golden snitch gevangen. Nou, deze game dus ook in het Nederlands met Nederlands commentaar. Dat was altijd zeer leuk. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Dan gaan we weer door om kampioen te worden. Adios, amigos.